Een zesde persoon heeft vandaag het leven gelaten aan de gevolgen van het COVID-19-virus. De update is te zien op de COVID-website. Het slachtoffer was opgenomen op de intensive care afdeling van het Wanica ziekenhuis. Er zijn vandaag ook 7 nieuwe positieve gevallen genoteerd. Het aantal positief geteste personen bedraagt nu 236. Hiervan zijn er 183 actieve cases. 48 mensen zijn genezen verklaard en er zijn 253 mensen in quarantaine. Dit aantal zal morgen oplopen omdat er een repatriatievlucht vanuit Nederland wordt uitgevoerd.